mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Jumma, dat betekent dat we naar de moskee gaan. Wat valt er nog meer te vertellen? Laten we gewoon naar de moskee gaan. Volg. Ik kom net van de moskee. Ik zit nu in de auto. Ik kom Sammy nog tegen, Osama. En zo naar jullie als jullie kijken. Ik ben nu in de carwash. Even mijn autootje snel schoonmaken. Moet ook gebeuren, dat moet ook gebeuren. En wat ik nu ga doen is... Ik was even aan het wachten op broeder van een andere moeder. Die moest even wat met zijn opa gaan doen bij de gemeente. Dus die heeft ergens anders gebeden. Ik moet wachten tot die moskee klaar is. Die bidden wat later om een of andere reden. Dus ik wacht even totdat hij terug is thuis. Dan gaan we samen naar een trouwzaal toe. En dan gaan we even wat dingetjes regelen. Dus volg! Mensen, check even die skyline dan van Den Haag. Geen enkele stad mooier in Nederland dan. Check die skyline. Psst. Woehoe! Altijd als ik Den Haag weer inrijd, zeg maar, van de snelweg, zie ik die skyline. Denk van, ai, ik ben thuis. Ik ben thuis. Ik wilde jullie nog even het nieuwe interieur van de woonkamer laten zien. Zoals jullie zien, kijk, de tv die is er. Alleen deze tafel, die hoort hier eigenlijk niet. Die moet daar staan. Dat gaan we nog regelen. Kijk, die kastje. Ziet er goed uit. Een eethoek. Ziet er goed uit. En kijk eens. Een hele grote spiegel. Alleen die spiegel, dat trouwens op Allah. Die spiegel, die moeten we hier zo ophangen. Dus boven die kast moet ik alleen nog even verboren. Alleen, ik zit te denken, kijk. Deze muren, die moeten allemaal opnieuw geverfd worden. Waarom? Omdat er allemaal van die vlekken van handen van kinderen op zitten. Kijk, laat me jullie een paar voorbeelden geven. Zie je? Zie je? Dit soort vlekjes? Dit soort vlekjes komen door kinderen die gaan eten met dingen op de muur en dat soort dingen. Dus deze huis moet eigenlijk opnieuw geverfd worden. En dan dit ophangen. Kijk, dat wat daar staat, die bureau, die gaat eruit. Die gaat gewoon weg. Ik ga trouwens een nieuwe tv halen voor hier. Deze tv ga ik nemen mee naar mijn kamer. En dan komt hier een nieuwe tv. Maar ook, oh ja, check ook even het tapijt. Dus even een overall look. Het begint er eindelijk op te lijken, mensen. Het begint er eindelijk op te lijken. Yo mensen, mijn allereerste vlog. Allereerste vlog. Voor sommige mensen die het niet weten wie ik ben. Ik ben Ismail. Issy. Weet je toch. De neef van Youssef van YouTube. En dit is... Lookie. Kom. Lookie, kom. Nee? Oké, nou ja, hoeft niet. Het is 9:15. Ik ga richting school. Volg. Zoals jullie kunnen zien, geen lift, gewoon ouderwets trap gebruiken. Ja. En nu gaan we lekker naar school. Geen auto, maar openbaar vervoer. Mensen volop. Huts. Yo mensen, ik ben thuis. Zoals je kan horen. Louis de tijd van het jaar. Wat ik zo ga doen is even eten, omkleden, richting training. Gaan jullie ook een paar leuke beelden van zien. En daarna misschien met Joseph afspreken. Met Joseph doe ik, Youssef. Volg! Kijk naar die jongens van de blok, kijk. Kijk ze hier, kijk. Kijk dan, thug life, midden op straat. Wat vind je van dat? Zieke jongens, hè? Echt een zieke jongen. Maar leven. Maar wie? C'est ma vie. Zie je dit? Van mij, gek. Beste coach. Beste coach. Ik zal nog meer laten zien. Zijn ideeën nog hoor. In mijn eigen huis nog ook. Bij mijn ouders. Ja. Ja. Hier. 1. 2. Het. Oh, heel lekker dit, hè? Kip, gek. Kip, ui, peterselie, knoflook. Lekker. Een beetje thee verwarmen. Het. Heb je gevlogd vandaag? Yep. Oké.
Nou, dat hebben de mensen dan. Dat zullen de mensen al waarschijnlijk al gezien hebben. Allemaal blauw duimpje omhoog. Abonneren. Ik ga een poll openen. Mogen jullie onderstemmen? Ik heb mijn best gedaan. Echt waar. En meer dan je best kan je niet doen. Deze is voor de dames alleen. Het is morgen Valentijnsdag, dus ik wil jullie wat zeggen, dames. Ik heb helaas nog geen Valentijn. Dus als iemand mijn Valentijn zou willen worden, dan zou ik dat heel fijn vinden. Jullie kunnen mij een DM'tje sturen via Instagram. Je kunt mij een Snapchat sturen, wat je wilt. Zijn nummer komt hieronder te staan. Nee, dan kan je hem WhatsAppen. Nee. Dames van 17 tot 20 jaar, als jullie interesse hebben. 18, pedofilie! Benno L! Zwemmen met kleine kinderen! Ik ben 20 jaar, dus het maakt niet uit. Pastoor. Mooi, als jullie interesse hebben, in de kerk. Je weet mij te vinden, hè? Oh, zeg, Osemme! Hey, boys, houd jullie monden dicht alsjeblieft. Erleem. En doe een blauw duimpje omhoog voor Youssef. Youssef zei. En nu in de game al even snel een beetje gamespelletje spelen. Alf heeft al wat kaartjes gewonnen. Ik heb hem net afgemaakt. Ik heb hem echt afgemaakt. Nee. Kijk hier zijn. Nee, eerlijk, Algif heeft gewonnen. Achter elkaar, maar wie heeft uiteindelijk de meeste punten? En wie had de meeste punten? Jij. Oké, klaar, dat wil ik alleen horen. Burhal. En weer zet hij zijn vinger op de microfoon. Gamehal. Pop. Frans, weet je niet wat het is? Optie is 930, hè? Ik vind dat nog best wel redelijk. Jongens, sla hoger. Je mag twee keer slaan. Druk op die knop boven. Wat alsjeblieft. Wat. Gaat hele jas uitdoen. Wat. Helemaal overdrijven. Boven drukken. Boven. Daar. Nog nooit die ding gedaan. Snel. Oh. Hij weet hoe hij moet spelen. Ik ben binnen, echt waar. Nee, stop. Oh. Stop. Doe met aanloop. Wat ga je doen? Doe. Everybody was kung fu fighting. Heel. Heb je 2 euro gegooid? Nee, wat doe je? Je primitief. Nu, je moet slaan. We gaan kijken. Hij gaat niet zo hoog. Hij gaat over dit nee. 1 punt! Zo. Hij gaat nu overheen. Oh nee. Maar jij komt nog steeds boven de 800. Wallo. Wat is het nou? Bijna. Ik kan volgens mij nog een keer. Nog een keer? Ja, hij heeft volgens mij 2 euro gegooid. Ik zag net 4, daarom. Smeut! Safi! Jij bent de winnaar. En hij is de zwakste. Boom. Pussy! Nee, nog een keer. Hij is boos, joh. Woe! Roepen! Hier, hij loopt weer vast! Vrouw Durst, jongens! Ja. Nee, man, ik weet niet. Vrouw Durst hier. Para, man. Wat gaan we Rad van Fortuin spelen, man? Wat moet ik doen, zo? Ja, doe omhoog. Nee, en trek omlaag. Omlaag. Juist. Op wat gaat hij vallen, mensen? Gaat ze miljonair worden? Gaat hij miljonair worden? Ik hoop 100. 1000! Oh! 100! Oh! Yeah! Wacht nog een keer. Hier de tickets. Oh, je krijgt maar 4 tickets. Eeuw, die. Wat is dit? Oké, ik heb er 5 geflasht voor jou. Tammy, nu moet je het wel een beetje goed doen. Op wat gaat het vallen, mensen? Op wat gaat het vallen? Plaats het nu in de reacties. 1000! Maar dan moet hij precies op die 1000 vallen, hè? Jij gaat... 10 tickets. Je gaat zien, aan het einde ga je maar sleutelhanger of iets eruit halen. Wat nog een keer doen? Nee, Sabine. Na 2 keer moet je altijd stoppen. Ik heb een bal gewonnen.
Niks eigenlijk. Ik heb 20 euro besteed daar in die spul al en ik heb dit gewonnen. Deze snor. En deze bal. Maar goed mensen, ik heb net zoals jullie hebben gezien, heb ik een soort van gat gelaten in de vlog voor mezelf. Zodat Smaan die kan invullen met vlogmateriaal. Hij heeft gevlogd. In de beschrijving beneden staat er een poll. Daarin heb ik 3 keuzes. 1 is ja, het was leuk. Maak gelijk je eigen kanaal aan, begin gelijk met vloggen. 2, nee, dit is niks voor jou. En nummer 3 is probeer het eens wat vaker in de vlog van Yusuf. Ik dus. Met dat bedoel ik zeg maar vaker wat hij vandaag heeft gedaan. Met tips en advies van jullie kijkers. En natuurlijk, ik zal hem natuurlijk ook tips en advies geven. Maar laat vooral weten in de reacties hieronder. Wat voor tips en advies je aan hem kan geven. Ik denk niet dat jullie zullen zeggen van nee, het is toch niet voor jou. Want ik denk toch wel dat er, weet je, er zit wel iets in Smaan. Weet je, die blijdschap en dat soort dingen. Dus ga vooral stemmen hieronder in de poll. Laat het weten. En... Maar goed, dit is het einde van de vlog. Vergeet niet om dingen te vergeten, mensen. Zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat ze vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Laat ze vliegen voorbij. We vechten tegen de